Hallo allemaal en welkom bij een Mystery Slime video. Ik heb even in een doos gekeken met allemaal spullen die we nog hebben om te laten zien. En daarin vond ik dit. Dit is slijm. Dit hebben wij niet zelf gekocht. Wij hebben dit gekregen. Maar ik weet niet meer van wie. Ik weet niet meer van wie we, dit hebben gekregen. Van of van Gearbest of van Banggood. Ik denk Banggood. Ik weet het niet zeker. Maar je ziet het. Het is Chinees slijm in ieder geval. En we gaan gewoon kijken of... het is al een hele tijd geleden dat we het hebben gekregen. Ik ga eerst kijken hoe ik hem open moet maken. Even kijken. Nou, door aan de onderkant te drukken gaat hij open. Nee, ik moet aan de bovenkant drukken. Dan gaat hij open. Krijgen we zo'n potje. Het potje lijkt goed dicht te zitten. En het slijm is een beetje hard en stevig. Zo. Oeh, het stinkt. Het stinkt niet, maar het ruikt gewoon naar slijm. Soms heeft slijm ook een speciaal geurtje. Het is wel mooi. Er zitten, zoals je kan zien, allemaal glitters in. Het voelt niet nat. Het is rekbaar. Oh, maar hij scheurt ook. We gaan hem even kneden. Als je hem kneedt, barst hij. Het kan ook zijn dat het natuurlijk omdat het heel oud slijm is nu. Maar dat betwijfel ik. Ik denk dat als we er gewoon eventjes een beetje mee aan de gang blijven gaan, dat hij vanzelf wel hopelijk wat beter wordt. En anders, als dit niet beter wordt, dan heb ik meteen een leuke slijm challenge voor slijm dit zondag. Of gewoon een slijm dit video. Ik ga het niet meer per se op zondagen houden. Ik kan het ook gewoon door de week doen. Gewoon mijn kanaal in de gaten blijven houden. Even op het belletje drukken wat je daar beneden ziet. En abonneren. En dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een video maak. Dan krijg je een berichtje, denk ik. Tenminste, heel veel mensen zeggen dat ze dat niet meer krijgen. Maar dit is het dus. Nou, als het niet meer goed bruikbaar is, dan is het dus wel iets wat wij dus met een slijm tot zondag, want dat was ik aan het zeggen, weer heel kunnen proberen te maken. Het is wel mooi. Het is alleen jammer dat het heel erg scheurt. Het is wel zo dat als ik hem samen duw, dat hij meteen wel weer redelijk goed één geheel wordt. Je hebt soms ook van dat slappere slijm, wat we wel eens hebben gekocht. En dat, volgens mij was het het Intertoy slijm, dat twee kleuren slijm. Als je dat dan tegen elkaar aandrukt op deze manier, dan bleef het uit elkaar vallen. Alleen hier kan je hem wel weer goed samen kneden op een iets makkelijker. Hij voelt heel erg plasticig. Dus dat vind ik wel grappig van dit spul. Zo, dan kon je even horen hoe het klinkt. Nou, als je hem langzaam uit elkaar trekt, werkt het wel. Hij blijft ook, zoals je kunt zien, hij blijft ook redelijk mooi doorzichtig. Je kan daar een beetje nog de dop herkennen en zo. Je kan het patroontje van de ondergrond kan je nog steeds doorheen zien. Dus dat is ook wel bijzonder aan dit slijm. Dat het gewoon mooi transparant blijft. Er zitten wel wat luchtbellen in, maar normaal slijm wat ik altijd heb. Op het moment dat je dit gaat doen, dan kan je er niet meer echt doorheen kijken. Dan wordt het een beetje ondoorzichtig, opaak, zoals het dan mooi zo mooi heet. Hij wordt ook niet echt snel warm, dus ik haal hem nu gewoon eventjes tussen mijn handen. Hij plakt totaal niet. Zo, voor de mensen die van dat geluid houden, voor de mensen die niet van dat geluid houden, sorry. je hoort weer een vliegtuig gaan. Het is alsof we bijna alsof we in Aalsmeer wonen. Zoveel vliegtuigen gaan er hier per dag boven vliegen er langs. Dus je kan ook niet echt rekening houden met het filmen. Dan zeg je van nou, ik film niet als er een vliegtuig komt. Want dan filmen we heel erg weinig. En zoals jullie weten maken wij best wel wat video's, Jovianni en ik. Nou, hij blijft scheuren. Hij is wel al wat warmer. Dus ik denk dat we dit gewoon gaan gebruiken binnenkort. Om er een slijmt dit... zondag video mee te maken, kijken wat we hiermee kunnen en of we er wat leuks mee kunnen doen. Ik vind het wel grappig dat er een smiley in zit. Hij blijft dus ook blijkbaar wel heel lang houdbaar, want hij heeft de hele hete zomer heeft hij overleefd. En hierin, het ziet er leuk uit. Het is een leuke container en zoals ik zeg, hij is gekocht bij, hij is niet gekocht, we hebben hem gekregen van of Banggood of Gearbest. Ik denk Banggood, maar ik weet het niet zeker. Het zou ook zomaar Gearbest kunnen zijn. We hebben op een tijdje geleden een heel groot slijmpakket gehad. En deze is er dus blijkbaar tussendoor geglipt.
Nou ja, in ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Even een mystery slime tussendoor. Dankjewel voor het kijken. Geef het een like en tot de volgende keer. Doei doei.